Deze beschouwing die gaat over humor en de Bijbel. Dat is zoiets als spaarrood en Belgische dragon -mayonaise. lijkt mij. Je kan blijven roeren, maar het wordt nooit meer spaarrood en Belgische dragon -mayonaise. Wat heb je nou een dragon mayonaise met bubbeltjes erin? Ja, maar als je maar lang genoeg hoort, Perry, dan. Nee, hé. Hey. Wij gaan geen water gieten in mayonaise. Helemaal ja, gek geworden. Dat is net zoiets als oregano in de pindasaus. Ja, ik dacht, de oregano, dat is ook een kruid en dat past overal bij, vind ik. Ja, maar niet in de pindasaus. De biel. Dus humor in de Bijbel, dat kan helemaal niet. Dus als jij denkt dat je hier wat van gaat leren, nou hang gelijk op. Even klik, ga je kattenfilmpjes kijken op Facebook. Dat is ook humoristisch. En dan slaat de mensen nog ergens op met zo'n stomme kat en die valt van de bank af. Kijk, het enige leuke wat je met katten kan hebben is dat je erom kan lachen. En die arme beesten hebben geen vogeltjes te vangen, want dat zijn binnenkatten. Laat die katten naar buiten. Die pakken al die meeuwen. Nee, meeuwen durven ze niet. Nee, maar van die kleine vogeltjes, hè. Van die kleine meisjes en koolmeisjes. En dan laat je lekker zo je kat naar buiten. En dan pak je al die koolmeisjes. Kijk, dat is humor. En dan komt die kat, die komt dan helemaal volgevreten thuis. Die heeft drie koolmeisjes opgevroten, u. En die gaat op de bank liggen, en die draait zich om, en die valt er vanaf. En dan moet jij erbij zijn met een Facebook-filmpje. Wat een domme kat. Kijk, met katten kan je lachen. Die eten kolmenjes. Dus met ijsberen kan je ook lachen, die eten zeehondjes. Kijk, wij vinden dat leuk. Hè? Kijk, ijsberen eten geen haringen. Daar zijn die grote kanonnen veel te groot voor. Hè? Nee, wat die... ja, mag je... je mag niet schelden, want je bent bezig met humor in de Bijbel. En ja, kijk, je mag niet zeggen dat dit. Het... Ja, het is prettig dat ze zeehondjes eten. Want die eten wel haring. En daarom ben ik voor ijsberen. Ik ben pro-ijsberen. Want die eten zeehondjes. En dan hou je haringen over. Ja, perry, maar zoveel haringen heb jij toch niet nodig? Maar daar heb je een punt. Daar heb je een punt. Ja. Ik heb ook nog nooit van mijn leven ijsbeer gegeten. Dat lijkt me ook helemaal niet lekker. Dat is net zoiets als zeemeel eten. Dat doe je ook niet. Maar haring. Maar Haring is een vegetariër, dat heb je? Dus het, het, het lekkerste te eten vind ik persoonlijk, hoor, de vegetariër. En niet zo'n vleeseter. Zee meeuwen dat zijn ongelooflijk vervelende creaturen. Gelijk duiven. Alleen duiven, daar kan je soep van maken. Want duiven zijn voornamelijk vegetarisch. Maar zeemeben eten alles. Net als aan werken. Wij nee, beter eten je een vegetariër. Kijk, het gaat over humor in de Bijbel. En waar ik dus niet van hou, dat is al die dingen. Ja, bepaalde dingen, Perrie, die mag je niet zeggen, want zeehondjes zijn zielig. Ja, maar zeehondjes zijn hartstikke zielig. Want die worden opgegeten door de ijsberen. En dan willen we daar wat aan doen. Dan laten we al dat ijs. Uh, dan laten we lekker allemaal smelten. En dan gaan al die zeehonden en die zeeberen, ijsberen, die gaan verzuipen. En dat mag dan ook weer niet. Ja, wanneer is het een keer afgelopen? In between een rock and a rock en a heartstone. dan weet ik het echt niet meer. Wanneer is dat nou een keer genoeg geweest? En gaan we het normaal doen? Dat vind ik. Ja, dan ga je zeggen ja, maar pik, dat is jouw persoonlijke mening. En ik ja, wil je mij betichten van de mening van iemand anders? Ik vind de bullcrap genoeg geweest. En ja, dan ben ik ook naar uh, Robert Jensen en die andere uh, fantastische gozer... Adam. Dus mens is dat. Hè? Mens Curry. En Curry, dat maak je met Kerry. En ik heet Perry. En ik maak graag herrie. En ik woonde in Amstelveen voordat Adam, mens, Curry, daar kwam wonen. Hij heeft mij nooit om advies gevraagd. Had hij best mogen doen van, hallo, I'm from Amerika... en uh, can you give me some good advice? Dat heb helemaal niet gedaan. <coughs> ja, ik was toen twaalf. Ik had... Uh, ik had dat waarschijnlijk niet kunnen dragen. Toen mijn moeder die had uh, borstkankerdiagnose... en mijn vader was zich bezig te verzuipen. En die bleef maar terugkomen. Dan heb je genoeg te doen hoor. En je moet ook nog uh, op school iedereen in elkaar timmeren. Om gewoon, ja. Uh, 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 die lui zaten hier te treiteren. Dat pik je toch niet? Rammen met die handel. Dan dachten ze, dan ken je een, een brillenjootje. Ze noemden ze mij, brillejoot. Oh, die brillenjood pakken we even. En dan had ik een vriendje en die gaf ik mijn bril. Ik zei, wil je even ja, zo dadelijk even knokken? En uh, kunnen we dan, moet jij mijn bril... Uh, want ik ga helemaal wild, snap je? Dus ik kan niet mijn bril bij me hebben, want uh, dan gaan mijn bril kapot. <coughs> en dan de bril af en tegen de grond aan met die luin. Wat is dat nou? Ja, dat was de tijd dat Adam Curry en uh, Amstelveen zaten. Dat toen was hij klein hoor. Adam Curry is een stuk jonger dan ik. En Adam Curry vind ik heel bijbels. En hij weet niet dat ik hem heel bijbels vind. Maar, ah, dat is een kwestie van humor, je? Kijk, er was eens een aarde... waar mensen iets konden vertellen... Aan mensen die pas honderden jaren later geboren zouden worden en uh, dat was dan de aarde en die hadden dat dan uh, ja, een tijdje lang gedaan niet zo heel lang hoor ongeveer maar uh, anderhalf duizend jaar ongeveer dus anderhalf duizend jaar lang heeft de mensheid lopen pennen aan een boek En dan is er de, 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 de grote verbazing van uh, dat dat ook zin had. Het dus is dat zin <coughs> dat mensen dingen opschrijven. <coughs> ik heb een verk <coughs> verkoudheid. Nou, dat komt allemaal reuze goed met mij. Ik heb een beetje uh, verhoging. Maar niet dusdanig dat ik mijn werkgever dien. Te informeren. Ik kom er wel mee weg. Hoor. Ik zit nu op 37,6. Dat is. Maar ja, pas bij de 38 heb je koorts. Dus ik heb nog 1,4 graad Kelvin te gaan. Jo, oh, piggy, wat is Kelvin? Ja, hetzelfde uh, als Celsius. Maar dan met een betere startwaarde. En ook qua bijbelgedachten en humor al dat gezeik over varenheid. Langzaam oplossen. Geen gevecht met die varenheid lui. Langzaam oplossen. En die varenheid lui leren dat het gaat om water als een van de vier elementen. En water dat smelt bij nul. En het kookt bij 100. En dat is onze temperatuurmeting. In 100 AUB en niet in zestallen. Ah, Moet ik naar nou Frans gaan praten of zo? Ja. Kijk, het punt met de Bijbel is dat. Het is zo controversieel. De gedachte de gedachte dat het geschreven woord betekenis heeft, heeft, heb. Dat is zo controversieel. Dat mensen die die pakken geschreven woord en zeggen oh maar de bagger en dan pakken ze oh maar de bagger en dan pakken ze de Bijbel en zeggen oh dat is ook bagger. Want het is geschreven woord. Het geschreven woord kan niks voorstellen getuigen Jan Wolkers en uh, Maarten het Hart en uh, pulp fictie en uh, we hebben niet meer van onzin. The Lord of the Rings, Nee, uh, niet meer. De Matrix, de Matrix by the way, vind ik uh, keurig, een keurige film. Er komt geen einde aan. Hè? In deel 1 is het dat liefde alles overwint. En daar hadden ze het bij moeten laten. Maar dan gaan ze er weer mee door. En dan wordt het multiculti En dan heb je heel veel uh, uh, geweldsscenes of gevechtsscenes. Ram, 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 ram tegen de machines. Bam, 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 bam tegen de machines. Ram, maar je bent wel aan het ram, ram, ram. Maar de Matrix 1, dat is. Een ja. Met die snoepjes. En uh, koekjes bakken. Ah, het is een mooie film hoor. Maar het is mooi. De, de Simon, de pilaarheilige van Willink. Dat is ook zo'n voorbeeld. Het zal het niet lang halen. Dat, dat denk ik niet. Simon de Pilaar-heilige, dat, dat gaat uiteindelijk bij de bijzondere stukken voor de geschiedenis-nieuwsgierigen. Want uh, hoe zagen goede dingen eruit 3000 jaar geleden? Nou, dan denk ik dat Karel Willink met Simon de pilaar er nog tussen staat. Denk ik. Maar dat is ook een heel mooi schilderij. En voor de rest, in wat er rondom los van de Bijbel is geproduceerd. En de Bijbel is geproduceerd in meer dan duizend jaren. Ik heb een boek gemaakt. En daar maak ik nooit reclame voor. Ik heb een boek gemaakt. Geen werk, jongen. Maar mensen helpen. Oh, er staat een D en er moet een T zijn. Maar dat kostte mij zeven jaar. En niet eens aan een stuk door. En dus ja, zeven jaar. Dan heb je een boekie. Een criminele vrouw. En de tranen van haar dochter. Ik wilde per se als titel. Een criminele vrouw. En de tranen van hun dochter. Dat mocht niet van de uitgever. En ik nog. Uh, maar het is toch een beetje van. No, nee, nee, zeiden ze. Het klopte syntactisch niet. Want als je het hebt over een vrouw. Dan gaat het over haar dochter. En niet over hun. Dat kan niet. Want waar verwijst hun naar? You. Ja, daar kom je wel achter als je het boek openslaat. Hey, en laat we lollig blijven. Het gaat over humor en de Bijbel. Al well, dat gouden hoer moet afgelopen zijn. Uh, neem Genesis. In Genesis staat. Dat de eerste mens. Of de mens. Die, 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 een soort zakmoleculen. die leek nog ergens op. In plaats van een giraf, dat lijkt helemaal nergens op. En een olifant. dat lijkt ook nergens op. Een blaaskruid. dat lijkt ook nergens op. Krokodillen. ja, stop ze in je bips. Dan hadden we de eerste mens. Dat is Adam. Letterlijk, dus Hebreeërs, dus mens. En toen moesten ze nodig een wijf bijkomen. En dat kon wel, want Adam had een paradijs. Dus nou, als je een paradijs hebt, dan kan ook wel een wijfje bij, dacht ik. Nou, dan kreeg hij een wijfje. Hop, paradijs voorbij. Nou, en dan kijk je tegenwoordig naar al die mannen... En ik ken zo'n zo gozer... En die is zo'n bouwvakker... En dan... Bim, 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 bim. En geef hem wat... En overal maakt hij... Oh, dat gaat dus overal... En hij heeft kennissen... Ja, die man woont in het paradijs... En nu heeft hij een wijf erbij... Nou, gezeiken... Paradijs voorbij... Dat hij ook zei... Jongens... Ik kan voortaan niet meer in het weekend uh, repeteren, want uh, het weekend dat is uh, voor... Uh... Ja, dan kan je niet zeggen het gezin, want ze hebben geen kinderen. Uh, het is uh, madame. Hè? Madame die zegt, op zaterdag repeteren. Maar op zaterdag hebben wij ochtendgymnastiek met de buurtfamilie. En dan moet je met de auto. Je, hebt de, je kan niet repeteren. En je hebt een de wijf erbij en je leven is voorbij. Ik laat even een pauze vallen. En zo is het. Uh, Bob Marley heeft gezongen. No woman, no cry. Dat gaat. Dus geen wijven, geen gezeik. Dat gaat over Genesis. Mens leefde in een paradijs. Toen kwamen die vrouwen erbij. Die gingen de boel betwisten. Namelijk het woord van God. De geboden. En dan is het paradijs voorbij. Leuk hè, vrouwen? Nee, je wil er morgen nog een. Dan heb je die belachelijke gewoontes van die Mohammedanen: om dan die wijven maar met een gordijnen over de kop uh, over straat te laten lopen, want dan valt het nog mee. Dat is net zoiets als een pleister op een stinkende wonde. Nou, ja, humoristisch, snap je, het mag. Toch of niet? Moet er een humorverbod komen over de Bijbel? Waarom? Er is al een Bijbelverbod, dus ze is het al met ons met vijftig tinten grijs te bestoken. Al die wijven willen eigenlijk het liefste, willen ze gepakt worden? De dominante kerel, en die grijpt me. Dat is vijftig tinten grijs, snap je. Oh, daar is een man met een hoop geld. En oh, een grote auto. En oh, oh jee, ik voel wat. Oh, ik voel wat. Oh, auw. Oh, oh. En dat is dan nog lekker ook. Dat is 25 reis. Die hele kutroman. En dat mag je in dit geval zeggen. Het is een kutroman. Die heb ik op verzoek van mijn. Geleenste vriendin. Voorgelezen. En ik ben gekomen tot anderhalve pagina. En toen heb ik mij verexcuseerd en gezegd dat mijn tedere ziel dit slechte taalgebruik niet aan kan. Dus als ze mij kapot wil maken, moet ze het mij uit laten luisteren en laten voorlezen. En mag zij uit, maar daar kan ik niet tegen. Dat is te gek voor woorden. De Bijbel daarentegen is zoete koek. Het enige wat je nodig hebt is achtergrondinformatie. Ik heb sterk het idee dat ze in die dagen geen open office hadden en dat ze lekker konden wegtypen in het Engels. En ze moesten het heel uh, compact en. Uh er zijn ook geen, uh, geen matrix printers. Uh, dat was allemaal handgeschreven meuk. Dus, uh, elk lettertje, elke uh, jota. Die telde. En de gedachte die daarin staat, is de gedachte die jij krijgt, krijgt als jij eerlijk kijkt naar deze samenleving. En al die wijven verneuken de vrouwen. Met hun gezeik. Over hun ongesteldheid. Ja, ik ben ongesteld. Dat zeggen ze rustig als ze in de ijsprong zitten. Hè? Stel ik je leugenaars dat het zijn. Zo'n vrouw bij mij, wat werk. En ik weet. Kijk, zij, zij is afgezeken. Door het schoonmaakmanagement. Het schoonmaakmanagement bij ons is een soort uh, 1-2-3 tussen drie teringhoeren. En ik pik het niet, hè? En vandaag uh, kom ik terug van, uh, van mijn locatie naar het washok. om op tijd te zijn voor mijn bus. En dan staat zij te oude hoeren met, die, uh, met een van management, hè? En ik. Uh, oh. Het helpt niet, snap je? Je moet niet vriendelijk doen tegen incompetente mensen. Want dan help je incompetentie. En dat moet je niet doen. Want je kan incompetentie niet helpen. En omdat je incompetentie niet kan helpen, moet je het niet doen. Omdat als. Als je iets niet kan veranderen... dan moet je dat ook niet gaan doen. Nou, dat doet zo iemand dan wel. En het is een vrouw. Jong, jong, jong. En ik heb medelijden met vrouwen. Want er zijn heel veel vrouwen... in mijn ogen... En die weten het best wel. En ze krijgen geen kansen. Die worden afgedaan als trucjes of zo. Ja, ja. Ik bedoel, het is. Kijk, de. De gedachte tot humor. En absurditeit is een gedachte die ik heb sinds een aantal maanden. En dat ik niet meer serieus wil doen. En alleen maar wil vertellen hoe absurd de wereld is. Dat is zo'n stomme Hugo, die jongen. Wat denkt die homo wel niet? Waarmee ik bedoel niet de homo sapiens, maar... Lulhannes. Het punt met Hugo de Jonge is dat je, je kan hem niet doodschieten. Dat moet je niet doen. Don't go that way! Dat moet je ook niet willen. Je moet Hugo de Jonge laten verrekken. Romeinen 12, vers 19. Wist je nog? De wrake is mij. Op zijn Engels klinkt dat mooier. Dus in het Nederlands zeg je. De wrake is mij. Dat is correct Nederlands. En dan mij met een hoofdletter M. De wrake is mij. Dus don't worry, don't worry, be happy. En in het Engels staat er: Vengeance, Mine. Dat geeft me toch weer een beetje geloof in mensen die Engels beheersen. Het scheelt twee woorden. Wij kunnen niet zeggen: wraak, Mijn. Nou, dat kan. Nee, dat is geen Nederlands. Wraak, Mijn. Nee, dat kan niet. Ja, dat zeg je niet op zijn Nederlands. Nee, op zijn Nederlands zeg je de vraak, vraak. de wraak... is mij, zegt de Heer, onze leider, de, de grote klooio. die die Arabieren proberen te beledigen met Allahu Akbar. Nou, dat helpt geen zieren. Dat vindt hij alleen maar beledigend. Dat kan ik je nu al zeggen. Dus niet zeggen Allahu akbar. Want dat wordt daarboven niet op prijs gesteld. De, de kleur van onze vader is zwart. En zijn stormkracht. Is hevig. Uh, zijn hitte is enorm. Echt iets om rekening mee te houden. En dat kan ik zeggen uit persoonlijke ervaring. En ik weet dat mijn kop op het schafot in een mandje valt als ik lieg. Ik neem het risico, want ik speel op zeker. En daarom heeft Christus gezegd: niemand komt tot de Vader dan door mij. Yes, you indeed. Ja. Jij inderdaad. En al die veiligheid die geschapen wordt door Hugo de Jonge... die zegt, ja, als je maar met niet werkende mondkapjes in de bus gaat zitten... dan gaat alles goed. We doen de horeca dicht en je mag niet meer roken. Dus dat scheelt longkankerpatiënten. En euh, nou, dit gaat allemaal hartstikke goed met ons. Dit, dit, als je maar ons volgt... Dan stop je met roken, eet je geen vlees meer en doe je geen melk meer. En, en, en nu alleen maar, dan gaan we terug naar het paradijs. En dan eten we alleen maar de vruchten van de bomen en de struiken. En die zijn allemaal van Monsanto. En gewoon een paradijs hier op aarde. Worden we allemaal veganistisch, want dat is eco. Dat kan je ook doen. Ja, als jij dat wil. Ja, ga je gang. En sla jezelf knock-out. Hoe noem ik dat nou op zijn neer? Oh ja, ga je gang en sla jezelf bewusteloos. Waarom niet? Moet ik het jou verbieden? Om jezelf bewusteloos te slaan? Ik dacht het niet. Ja, maar Piri, ik hou niet zo van die pijn. En, uh... Nee, jongen, dan neem je heroïne. Of speed. You believe me? Uh, uh, zoveel gram speed per dag. Uh, ja, je moet het maar kunnen trekken. Wat maakt mij het uit? Uh, waar het mij om gaat is dat wij niet begrijpen dat het eerste woord van de Bijbel. dat is Birashit. Dat is een bed, een resh, een alef, een shin, een yod en een tav. Dus het woord begint met de tweede letter van het alefbed. Want de bed is de tweede letter. De eerste letter van het Alef bed is natuurlijk Alef. Ik mag geen geintjes, mafketel. En de laatste, en de laatste is de Tav. En heb je ook nog Ta. Dat betekent jij. Ah, die is goed man. Dat Hebreeuws is goed jongen. Ja, wat zat er in Bereshit? Nou, in Berechit staat heel Genesis, want Berechit is de titel van dat wat wij noemen Genesis. De Duitsers noemen dat Boeg Mose Eins. Wij noemen het Genesis. Die Hebreeërs noemen dat Berechit. Jojo. En het eerste woord van Biresheet, van het de, 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 de eerste boek van Mozes. Dat woord is een zin. En nu val je van je stoel. Hè? Het eerste woord van de Bijbel. En de titel van het eerste hoofdstuk, dus. Is een. Nee, eerste boek, moet ik zeggen. Eerste boek. En het eerste woord van het eerste boek. Dat is bereshiet. Bet resh alef shin jot tav Oftewel, zoon. God, destructie, hand, kruis. En die globalisten, die willen hiervan niet weten. Die willen doorgaan met hun eeuwige feest, hun duurzame feest. Met CO2-neutraal gaan we blondines en brunettes pakken. Op een leuke manier. Dat ze het zelf ook leuk vinden. Zoals die meisjes die naar Jeffrey Epstein zijn gegaan. Die zijn allemaal betaald, jongen. Dat waren snolle. jongen snolle. Oké, okay, jongen snolle. Maar maakt mij het uit? Zo'n buurmeisje van ons. En mijn dochter ook. Mijn dochter ging ook met make-up over straat toen ze 13-14 was. Dat is ook een snol. Wat maakt mij het uit? Mijn eigen dochter is een snol. Wat, wat moet ik dan nou wat druk maken over die meisjes die naar de Jeffrey Epsteinse eiland gingen? En die ook heel snollerig... Uh... Oh, oh. Don't touch me dear. Ja, dat ken ik toch allemaal. Ja, ga toch weg? Als je de humor er niet van inziet. Dan stel je niks voor. Hmm. Het is jammer. Het is jammer. Het is jammer maar helaas. Ja, Wat moet ik aan doen? Ik kan alleen maar vertellen dat alles goed gaat. En dat is de humor van de Bijbel. Alles gaat volgens plan. Er gaat helemaal niks fout. Er zijn heel veel mensen die denken: van wat een klote leven. Ik trek het niet meer. Ik vind het helemaal niet leuk. Die gaan allemaal dood. Dus dan is dat probleem opgelost. Ja? Al die alleengaande moeders: van ik heb maar 25.000 dollar per jaar. En een alleengaande man in Amerika heeft 35.000 dollar per jaar. Nou, ik hou er mee op. Nou, weet je wat? Je houdt er gewoon mee op. Je gaat dan een FEMA-kampement, Federal Emergency Management Agency-kampement. Vroeger in Duitsland heette dat de, de concentrationslager. waar al die zielige mensen zich kunnen verzamelen. Het hebben ze ook nog verzonnen dat die Joden zo zielig waren, en die moesten er ook naartoe. terwijl die Joden helemaal niet zielig waren. Maar, maar nu krijg je wel een ander verhaal. Alleen gaan alleengaande moeders die gaan allemaal naar een FEMA-kampement, een concentratieslager, en een gezamenlijk douche. heel erg econeutraal en uh, alleen maar uh, ja, geitenproducten. Wat geiten eten dan, hè? Wat geiten eten, wat bokken eten, schapen eten en, en dat krijgen ze dan? Dat is toch mooi? Dan is jouw ellendige leven waar jij altijd zo over gekankerd hebt, dat is nu eindelijk voorbij. Nou, halleluja, De prijs den Heren. Wees hem dankbaar dat Hij jou heelal afslacht. Zonder uh, pijnstillers hè? <laughs> dat is heelal, snap je? Nee, laten we geinig zijn. Hè? Maar uh, helemaal slachten betekent dat je die dieren niet. Uh, dat je in één keer. Ja, precies dat. Dat krijg je dan. En dan merk je niks van hoor. Dat is de truc van het heelal slachten. Dat, dat, dat dier merkt er niks van. Nou, ja, jij dus ook niet. Nou, dan ga je ook lekker voor. Dit. Dat is niet erg. Dat is niet iets voor iemand zoals ik om over te gaan huilen. Christus zei, want laat de doden de doden begraven. En ik zeg, ja, laat de doden concentratiekampen, FEMA-kampen maken. But Federal Emergency Management Agency kampen. Dat het goed gereguleerd is. En dan gaan we allemaal naartoe. Nee, ja, ik dus niet, hè. Ik ben niet protestant, ik ben een vliegtuig. Ja. Hoe humoristisch kan je zijn? Toch? Wat moet je nou met al die onzin? Ik denk wel eens, ik zou het helemaal niet weten. Ik zou niet weten wat je aan moet met een wereld met mensen die getuigen zijn dat er een boek is opgeschreven. Daar is het duizend jaar, meer dan duizend jaar, aan gepend. En ze denken, oh, dat is net zoiets als uh, J.R. Tolkien of die stomme kutroman van Piggy met een criminele vrouw. Dat is allemaal, dat is allemaal niks, man. Ja, ga een vuurtje stoken in je eigen e Heb je dat ooit bedacht? Moet kunnen hoor. A burn baby, Burn disco inferno. Het slaat toch allemaal nergens op. En dus is het niet erg als het voorbij gaat. Dan zijn we eindelijk van die onzin af. En krijgen wij levensraam. Ik kijk om me heen en ik zie die mensen met die mondkapjes lopen. Ik denk dan, oké, okay, jij kan weg, jij kan weg, jij kan weg, jij kan weg, jij kan weg. En je gaat weg, hoor. En ik ben dat niet van plan. Het is mijn wens niet om idioot te zijn... En protestantisme, by the way, moet even duidelijk zeggen. Ik ben geen protester. Ik heb geen protest. Ik zou niet weten waarom. Want als ik protest heb, dan moet ik een oplossing hebben. En die oplossing, die heb ik niet. Met al die beest. Oh, Piggy, wat bedoel je met beest? Ja, vrouwen natuurlijk. Met al die vrouwen zie ik geen oplossing. Dit wordt helpen, jongen. En zo was het niet bedoeld, hè? De bedoeling was dat die vrouwen ons zouden helpen. En wat moeten wij nu? Wij moeten die vrouwen gaan helpen: met positieve discriminatie. Ze hebben ons paradijs kapot gemaakt. En nu moeten we ze gaan helpen. Alles is kapot. En, en, en je help. ja, help. Gadverdamme. Dat is humor, hè? We zijn er toch allemaal achter. Ik zag net op YouTube uh, dat uh, de MGTOW-beweging. Dus een mic van een microfoon en een touw. Dus een microfoon, touw, beweging. Mick, touw. Dat je tegen elkaar gaat uh, door een touwtje. Een uh, microfoon touwtje. Vroeger had je van die. Er uh, in de krant dan uh, van die conserverblikjes. En dan een touwtje ertussen. En dan kon die ene die kon in een uh, in blikje. Uh, en dat ging door dat touwtje. ...had je een microfoon, een miktaal. En dan kan die ene man tegen die andere man vertellen... ...die beest, die deugen niet hier. En ik kan je vertellen, ik heb die beest uitgeprobeerd qua seks. En dat... Dus, dat is, uh, ik kan zeggen, je kan het nog... Be ik ik ben... Nee, ik ga me stotteren. En je kan begrip hebben voor die kerels... ...die zeggen, ik doe het alleen met een kerel... Want die vrouwen die zijn houterig en vervelend en die zeuren. En ik <kijs> ja, kan me met mijn kerel doen. Als het gaat om de seks. Als het gaat om het klaarkomen. En dat sprits. Ja, beter een kerel. Want die vrouwen zijn. Niet te diep. Niet... Ik ken het toch allemaal? Ja, we zijn hopeloos verloren. En dat waren we altijd al, dus waar maken we ons zorgen over? Daar zie je het een beetje grappig in. Dus, uh, Adam. Dus Adam heeft een fout gemaakt en uh, wat is het probleem? Die vrouwen die helpen jou niet. Punt. De gedachte dat een man denkt, ik neem een vrouw en die helpt mij, ja, hou er mee op. Die vrouwen helpen jou niet. Die helpen de boel naar de godverzakkerse kloot. Dat zeggen ze in Brabant dan, hè? En ja, zo is het. Ja, die vrouwen die zeiken. En zaniken. En zeuren. En zagen. Zoals uh, Zorro, maar dan niet leuk, hè? Met Z, snap je? Vier Z. Z. Zeuren, zeiken, zaneken en zagen. Je moet er niet mee omgaan, dat is wat ik zeg. En de mannen die dat wel doen, daar heb ik bewondering voor. Ik heb het ook geprobeerd, maar ik kan er niet tegen. Ik kan niet tegen dat gezeur, dat gezeik en dat gezanik. En dat gezaag. Ik kan er niet tegen. Op de lange termijn dit haalt het alle energie uit je weg. En ben je alleen nog maar bezig om een ontevreden persoon het naar de zin te maken. Want dan mag je nog een keer je paal erin hangen. Nou, je kan beter naar de prostituees gaan. Serieus. Ja, zo is het. En al die, uh, die mannen die dan zeggen: Ja, maar Piggy, ik ga niet naar de hoeren, want dat vindt mijn vrouw niet goed. En uh, ik doe haar dan toch en uh, ik gedraag me netjes. Ja, dan ben jij een betaatje. Of een beta -meel. En wat maakt mij het uit? Dat de beta zich voortplanten. Hebben we nog meer vlees voor de barbecue? Dat iedereen gaat branden. Dacht ik. En lekker lang hè. Je moet zelf maar weten wat je ermee doet, jongen. Ik ben een strijder. Ik ben anders dan uh, die gozer uit uh, Israël. En dat heet helemaal geen Israël. Dat heet uh, Kanaan. Palestina. En geen Israël. Israël. Israël, de naam is Godsland. Ik, ik ben helemaal niet van Godsland. Ik ben geen Israëliër. Ik ben een Hebraïer. Ababa, Oder of Baaba. En dat, dat is het een beetje. De eerste letter en de tweede letter en dan een beetje moes-moes. En dan heb je het. Ik ben nooit bestempeld als antisemiet. Dat begrijp ik wel. Want ik ben tegen die cultuur van die, <coughs> die, die Hofjoden. Ik, ik, ik snap wel dat ze dat kennen. Maar het, is niet de, de, het is niet de weg van de Hofjoden. Dat, dat wordt hem niet. Ja, dat is mijn mening. En doe er niet zo moeilijk over. Maar het is alleen maar mijn persoonlijke mening. Dus waar maak je je zorgen over? Mijn burgerservice nummer is bekend. Ze kunnen mij uitschakelen wanneer ze maar willen. Dus? Het enige punt is: ze kunnen het niet. Ja, en daar kan jij je zorgen over maken. Nou, dan moet je meer gaan stemmen op Mark Rutte en die 100 miljard. 100 miljard. 100 miljard euro. Zijn er van ons afgepakt. Door die corona. 100 miljard. En dat was alleen het begin. Dat is 5000 euro per Nederlander. Dacht ik. Afgerond. En ik heb geen 5000 euro op een Rabo-rekening staan. Dus uh, die, uh, van die 100 miljard, de rest gaat naar jullie. En jullie kleinkinderen. En vind ik dat erg? Ja. dat jullie zulke slappe ouders zijn. Dat vind ik erg. En voor de rest kan het allemaal mijn reet roesten, hoor. Kijk, het gaat over humor en de Bijbel. Dus geen gezeik. En nogmaals... Hugo de Jonge doodschieten. Ex uh, executie heet dat. Hè. Dat, uh, dat je Hugo de Jonge van tevoren zegt: uh, ja, uh, Het is zover. En dan een uh, laatste maaltijd. En dan schiet je hem dood. Hè. Dat doen we niet. Dat is uh, niet toegestaan. Ik weet nu al dat als esoterici naar deze woorden luisteren, dat zij denken. Oei. Ja. En zij moeten niet denken dat het komt van mij. Ik heb in mijn leven alleen maar fouten gemaakt. Al mijn fouten. Komen mij toe. Graag wil ik herinnerd worden aan een fout die ik gemaakt heb. En waarvan ik niet op de hoogte was. Want dat scheelt mij op mijn bankrekening. Bij de bankier. Je weet wel, de bankier. Je hebt uh, momenteel van die bankiers hier op aarde en die zeggen: ja, nee, ik ben je bankier en ik hou alles in de gaten. Ja, nou, die luid is een. Uh... <laughs> ik bedoel de bankier, degene die mij duidelijk heeft gemaakt dat ik onder contract sta met hem. En ik ben gehoorzaam aan mijn bankier. En de rest kan me eigenlijk mijn rug op. En ik vind het merkwaardig dat Onze Heer zoveel medelijden heeft met jullie. En ik vind het merkwaardig dat Onze Heer jullie zoveel vergeeft. Want dit slaat helemaal nergens meer op. Kijk, toen Christus aan het kruis hing en zei: Heer, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat kan ik begrijpen. Dat mag ik begrijpen. Dat moet ik begrijpen. En heden ten dagen. We zijn 2000 jaar later. 2000 voortplantende jaren later. En wij maar wippen de wippen de wip. En wat is er veranderd? Jojo. Nou, een mail van uh, jurk, rook je weer? Ik ga hem zeggen dat het uh, zo is. Ik ga hem even goed beantwoorden met Jurk. En ik ga voor jullie afsluiten, want het gaat over humor en de Bijbel. En dat je begrijpt dat wij getuigen zijn van een heel lang verhaal. Wat ergens begonnen is. De bedoeling is dat wij het gesproken woord eerbiedigen. Het geschreven woord kan je ook zeggen. Het maakt niet zoveel uit. Het woord, daar gaat het om. Snap je? En met uh, Jurk Liesman, waar ik nou dan. Uh, het gaat over de Bijbel en humor, hè? Maar Jurk Liesman, die, die gaat zich te buiten. En dat moet hij ook. Dat begrijp ik. Er is die wil tot waarheid. Er is die wil tot leven. Er is die wil tot de weg. En niemand komt tot de Vader dan door Christus. En dat moet je begrijpen. Je moet Bereshit begrijpen. In den beginnen. Birreshit. Zoon, God, destructie, hand, kruis. Snap je? En dan in vrede neem ik afscheid. Tot de volgende humor en de Bijbel.